Hoi, ik ben Johanna Nijteuver en dit is mijn vlog. Hoi allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar deze weekvlog. In deze weekvlog laat ik jullie de voorbereidingen zien voor de Nederlandse kampioenschappen. Ik mag namelijk samen met Popeye naar de Nederlandse kampioenschappen in de klasse Z1, categorie DE. Ik heb er echt onwijs veel zin in en we zijn dus al lekker hard aan het trainen. De afgelopen 2 weken hebben we dus ook al 2 keer per week les, dus net zoals deze week. En het is dus vandaag maandag en zaterdag zijn dus de Nederlandse kampioenschappen. Ik weet dus ook al mijn starttijd voor zaterdag. Ik moet namelijk om 10:30. En vrijdagmiddag gaan we volgens mij heen. Ik weet nog niet precies, maar in ieder geval wat superleuk is. We gaan namelijk weer met het wagentje van Connie. Echt super tof. En we gaan dus overnachten bij Popeye dus zeg maar. En we gaan niet op het KNS centrum, maar 20 minuten ervan af. En ik ga dus ook samen heen met Roy. Die was dus Noord-Hollands kampioen geworden in de klasse M1 categorie DE. Ze was ook echt super knap van haar. En we gaan dus samen met haar naar het NK. Ik heb er heel erg veel zin in. En vanmiddag heb ik dus nog les. Woensdag ook. Maar in ieder geval heb ik super veel zin om ook weer lekker te gaan trainen bij Astrid. Zoals ik net al zei, we dus deze 2 weken, dus al 2 keer per week geluisterd. Want ja, het moet natuurlijk extra goed zijn. En ik heb gewoon mega veel zin in. Ik hoop Popeye ook. We zijn eigenlijk al wel goed in vorm. Moeten nog een paar dingen beter. Maar ja, daar gaan we deze week natuurlijk nog lekker even hard op trainen. En ook om donderdag Beatrice nog. Dus ik heb al een beetje een week over zich gegeven. Maar de rest zien jullie dus allemaal in deze weekvlog. Nou, ik ben dus net nog even naar Capitalia geweest om dus nog even wat dingen te regelen voor mijn super, super, super toffe nieuwe cap. Ik ben er onwijs blij, maar we moesten dus nog even wat dingen regelen. En nu zijn we dus onderweg naar de Applejack. Want mijn moeder had dus nieuwe beenbeschermers besteld, maar ze dacht dat ze dus, het zijn flex trainers. En dan moet je dus, als je 1 bestelt, krijg je zeg maar alleen van voor. Maar moeder dacht dus dat ze ze 2 keer had besteld. Maar het is waarschijnlijk dus fout gegaan of ze had maar 1 besteld, dat weten we niet. Maar in ieder geval zijn we nu dus nog even onderweg om die dus nieuw te halen. Want dan kan ik die dus gebruiken voor het NK. Zo, ik ben weer onderweg naar huis en ik heb dus de beestjes gehaald die ik dus had besteld. De blauwe, zwarte en ook nog witte. Dus nu heb ik hele complete set. En ik heb dus straks ook les van Astrid samen met Popeye. Dus daar heb ik ook super veel zin in. Dus als ik thuis ben gaan we daarna gelijk naar Popeye toe. En dan naar Astrid. Nou, ik ben dus net weer op stal aangekomen. Dan loop ik nu dus even naar het weiland toe. En dan ga ik Popeye dus even halen. Chameur halen we ook al gelijk binnen. Omdat ja, het gras was eerst zeg maar, was het gewoon geel, het was dood. En nu heeft het heel hard geregend. Dus groeit het weer snel bij. Ja, dat zijn ze eigenlijk niet gewend. Dus ze gaan weer even wat korter. Dus daarom halen we nu ook binnen. Maar het is nu ook al 4:30. Dus een mooie tijd krijgen ze binnen lekker wat hooi. Dus dat komt helemaal goed. Spullen liggen ook al in de trailer. De trailer is al aangekoppeld, dus alleen Popeye hoeft nog klaargemaakt te worden. Voor de rest is alles klaar. En dus ik heb een vent. Hé, mijn vriend. Oh, kom je naar me toe lopen? Ik ga lekker trainen bij Astrid. Ja, heb je er zin in? Ik wel in ieder geval. Zo, we zijn nu onderweg naar Astrid. Popa heeft zijn nieuwe zwarte peesjes om, dus we zien er weer top uit. En we hebben ook het dekje mee van WWE Peak. Dus we gaan in set heen. Zo, we zijn dus net aangekomen bij Astrid. Dan gaan we nu van de trailer afhalen. Dan gaan we hem opzadelen. Thuis heb ik hem al gepoetst, dus hoeven is alleen dus echt maar gewoon zijn zadel en zijn hoofd om te doen. En daarna gaan we lekker trainen. Zin in, Pop? Staat lekker naar buiten kijken. Ik heb in ieder geval heel veel zin in. Gekkie.
En dan gaan we nu naar de binnenbak stappen. En ik heb heel veel zin om weer lekker te gaan trainen. En Gio is ook mee. Ja. Die vindt het altijd heel gezellig om mee te gaan. En Gio. Ook mee naar Astrid. Overal. Zo, ik ben dus net klaar met trainen en we zijn dus nu alweer naar de trailer aan het stappen. En het ging echt super goed. We hebben vandaag heel goed aan alle oefeningen weer gewerkt. En dan heb ik woensdag weer les, maar dan zeg maar waar ze woont, want hier staan alleen de paarden. En dan gaan we dus nog even de proefjes oefenen. Dat hebben we dus ook afgesproken. Dus ja, ik was heel erg tevreden over hoe het vandaag ging. We gaan er nu weer lekker afzadelen en dan gaan we weer lekker naar huis. Zo, we zijn weer op stal. Ja, Bob mag weer lekker naar je stal. Mag je lekker wat eten? Heb je wel verdiend. Als Champ. Hoi. Hey. Kom maar, Champ. Pop. Ga ik wat eten voor hem halen. En dan zit hij aan het opeten. Doe ik even zitten een sportbeschermer zo voor zijn beestjes. Ja, ik ga even wat lekker muesli voor je halen. Gaan we terug, Pop? Ja. Hé hey joh, proefje. Hé hey joh, nu schep neem handen duwen. Goed zo. Mag Champy ook een beetje. Ja, grappig. Ook wel lekker je avond eten. Kijk, ik had toch een beetje van je meegenomen. Wil je nog een beetje? Oh, doe ik dat erbij. Lekkere Pop. Lekker muesli. Hoi allemaal. Goedemorgen. Het is vandaag een nieuwe dag. En vandaag is het dus dinsdag. Ik ga zo meteen dus eerst even werken bij mijn ouders in de slagerij. Het is nu bijna 8:30 en dan ga ik van 8:30 tot 9:30 werken. Ik heb ook al mijn polo aan.
het logo. Dus ik heb er weer zin. Dan ga ik nu dus even naar beneden. Want ik hoef alleen de trap af te lopen. En dan ben ik er al. En dan ga ik lekker werken. En dan ga ik vanmiddag naar de ponies toe. Daar heb ik ook super veel zin in. Zo, ik ben klaar met werken. Ik heb me ook al even omgekleed. En ik ga dus nog niet naar stal. Want ik ga dus eerst nu nog even naar de stad. Want vrijdag, dus de dag voordat we naar het NK gaan, is mijn zusje jarig. En maandag is mijn broertje jarig. Dus we gaan even cadeautjes voor hen kopen. En moeten ook nog een paar dingen voor het NK halen. Dus dat gaan we dan ook gelijk even doen. Zodat we later dus alleen nog maar boodschappen hoeven te doen. En geen spullen zeg maar mee hoeven te halen. Want ja, we hebben nu gewoon tijd. En dan moet je alles ook nog inpakken. En is het wat drukker. Dus dat gaan we vandaag dus doen. Nou ja, vanmiddag. En vanavond gaan we dus naar stal. Ik heb net ook al lekker een broodje gegeten. Dus mijn moeder en ik gaan nu naar de stad. Zo, ik ben dus weer terug. En we hebben dus cadeautjes gehaald voor mijn zusje en voor mijn broertje. Want die zijn dus jarig van de week. En ze zijn ook nog langs de Action geweest. En ja, soms is het leuk om naar de Action te gaan. En zie je allemaal van die dingen dat je denkt van... Dat neem ik mee. En we hebben dus wat leuke dingen voor Gio gehad. Dit speeltje. Hij sloopt alles. Maar we dachten, dit vindt hij wel leuk. Ja, is grappig. Ja, kijk zo hoe hij hem trekken. Ja. En een koe. Deze gaat hij sowieso slopen. Maar mijn moeder en ik vonden hem schattig. Dus we dachten, deze is schattig voor Gio. Maar met deze ziet al het lijst. En we hebben nog lekkere, hoe heet het, twisters gehaald. Om maar lekker even te verwennen. Ja, en hij is helemaal happy met zijn speeltje. Ja, je dacht er niet meer stuk. We hebben dus cadeautjes gehaald en ja, we zijn geslaagd. En ik ben dus ook nog naar Hartog geweest. En daar heb ik dus voor jullie dingen gehaald voor Horse Event. Dus voor de goodie bags. En ik doe ook dus nog een hele grote winactie. En daar heb ik dus ook nog wat van gekregen. Dus ja, ik ben super blij. Ho, Gio. Gio duwt de camera uit mijn hand. Dus ik ben echt super blij dat ik van hun dingen heb gekregen. Dus daar wil ik hun ook voor bedanken. Ik heb natuurlijk ook al andere dingen. Maar ja, ik moest dus even nog een zak... lucerne halen. Dus dat heb ik bij hun gedaan. Dat kan je bij andere winkels. Maar vorig heb ik dat dus ook gedaan. Dit jaar mocht dat weer. Dus dat vond ik echt super leuk. En ja, we zijn dus klaar. Dan gaan we zometeen lekker avond eten. En daarna gaan we naar de ponies. Schmurrit is lekker een weekje vrij. Verdient hij wel. Kan ik hard trainen op Popeye, zeg maar. Dat die, ja, we zijn natuurlijk al heel hard aan het trainen. Maar Schmurrit mag lekker even een weekje vakantie. Verdient hij echt zeker weten. Lekker op het land. Lekker verwennen. Dus ja, die heeft lekker een weekje. Lekker dus een weekje niks te doen. En Popeye mag volgende week iets rustig gaan. En dan ga ik Champion weer oppakken. En Gio is echt heel vervelend met zijn nieuwe speeltje. Dus ja, we gaan nu avond eten. En dan ga ik straks naar de ponies. Samen met mijn moeder. Lekker Gio. Ja. Nou, ik heb dus net lekker gegeten. Ik ben ook helemaal omgekleed. Ik heb deze polo aan van PK. Zwarte met hier leuke details. Ik heb zwarte broek aan met een roze riem. En zilveren sokken. En Gio gaat ook mee natuurlijk. En ik had dus ook vanmiddag toen ik thuis kwam, had ik dus nieuwe pakketjes gekregen van Hippo Support. En als eerste heb ik weer twee nieuwe lijnzetolie gekregen. Met mijn shimmer erop. Want ja, ik gebruik het natuurlijk elke dag. Dus heb je op een gegeven moment weer een nieuwe nodig. Dus ik ben er weer super blij mee. En dan heb ik ook nog iets extra's gekregen. Namelijk Propel Plus. Zo ziet het eruit. En dit is dus zeg maar als je een hele zware training hebt gehad, dan is het dus een energieverhoging. Het voedt vitamine en mineralen bij. Dus dat is natuurlijk super goed, want ja, hij moet natuurlijk super hard werken. En ja, dit vinden we gewoon heel fijn om hem dus te gaan geven. Dus dat ga ik hem nu geven. Dus ik ben super blij met mijn nieuwe producten. Dus kan ik dat weer gaan gebruiken. En ik ga nu samen met Gio naar de paarden. Oh ja, wat ik dus ook nog heb gekocht is deze... bak. Er zitten nu even mijn spullen in. En ik had een beetje het idee om hier of mijn bandages en peesjes mee te nemen voor na het NK. Of flessen met bijvoorbeeld anti-klitspray, shampoo, noem het maar op. Dus ik moet nog even kijken waar ik dat voor ga gebruiken. Maar ik neem in ieder geval al mee naar stal. Dus Gio en ik gaan nu naar de paarden toe. Oké, ik ben dus net op stal aangekomen. En hier is lieve Champ. Hallo. Ik had ze vanmiddag nog even met mijn moeder... binnengezet, ze hebben ook al een avondeten gehad en die is jouw stallie vies. Ja, die is jouw stallie vies.
En die lieve Pop. Hey Poppenpop. Kom eens kijken. Oh, kijken boos. Ga eens even blij kijken. Ga eens even blij kijken. Ja, knappie. Heb je zin in het weekend? Ga goed eens best doen, hè. Kusje. Geen kusje. Moet je kus geven? Kom eens. Nou, hij heeft even geen zin in. Jampie, kom Jampie, wel weer lekker kijken. Ja, hallo. Hallo. Oh, daar komt Poppen ook natuurlijk. Gekkie. Maar ik ga dus eerst even de stal en mijn stand voer doen. En daarna komt mijn moeder. Nou, dan ga ik hem opzadelen en ondertussen komt mijn moeder. En dan gaat ze me even helpen met trainen. Dus daarom ben ik ook op de fiets. Ja, oh, zo'n vriendje. En vandaag gaan we dus lekker even 20 minuutjes. Of een half uurtje, even lekker basis trainen. Want morgen hebben we lessen, gaan we weer werken. Ja. Nou, ik ga snel beginnen. Met de stalletjes, mister. Gekke Pop. Nou, ik ben dus helemaal klaar. De stallen zijn gemest, het voer ligt klaar. En ik heb het hier ook even opgeruimd. Dus het is weer netjes. Dan ga ik nu dus al mijn spullen pakken. En dan ga ik dus Poppa lekker opzadelen. En dan ga ik dus lekker trainen. Zo, ik zit nu op Poppa. Dan ga ik nu nog even lekker losstappen. En dan gaat mijn moeder mij helpen met trainen. Oh. De camera staat nog aan, hè? En vinden jullie het misschien leuk als mijn vader ook een keer op een van mijn ponies gaat rijden? Laat het dan zeker weten onderin de reacties.
Zo, papa staat er op de poetsplek. Ik had dus net lekker getraind samen met mijn moeder. Nou ja, mijn moeder had me dus geholpen. En het ging echt super goed. We hadden dus lekker basis getraind. Lekker goed aan de draf en lekker aan die stelling in buiging. Dat die lekker los wordt. En dat ging echt super goed. Dus daar ben ik blij mee. Staat nog even lekker onder een zweetdekje weer even op te drogen. Want ja, hij had lekker gezweet. Dus kan hij zo nog even lekker opdrogen. En ondertussen ga ik even al mijn spulletjes opruimen. En ik had ook nog even aan Hippo Support gevraagd hoeveel papa nou van de Propel Plus moest. En hij moest dus 's morgens en 's avonds 15 milliliter. Dus dat moet ik nu alleen nog even bij doen. Smeert ondertussen ook als voer. Dus ik ga dit nog even bij mijn voer doen. Al mijn spullen opruimen. En nog even smeren. Daar. Ziet hem waarschijnlijk wel. Even weghalen en nog even netjes aanvegen. Want de kruiwagen staat hier nog, vind ik altijd wel netjes als het na afloop allemaal weer netjes is. En Popeye's stal is nog helemaal netjes. Dus daar hoef ik niks meer aan te doen. Dus nog even de laatste dingen opruimen. En dan ga ik ook weer lekker naar huis. Dus nog even het voer doen, mijn spullen opruimen. En het nog even netjes maken. Hey, knappe pop. Ja, vriendje van mij. Zo, alles is opgeruimd. En ja, ik heb het ook weer netjes even aangeveegd. En je moest dan nog even een keer gemest. Nou, het was één drol. Maar even goed, is hij dus weer weg. En Popeye is het andere dekentje alweer op. En die is nu klaar met eten. Was dit lekker, vriend? Ja, ja. Lekker even gegeten. En ja, ik ga nu weer naar huis, want alles is klaar. Dus ik kan niks meer doen. En het is ook avond. Het is inmiddels al donker. Daar. Ja. Dus ik ga nu naar huis. Dus en dan ga ik thuis douchen. Nou, ik doe de deur dicht. Zo. Als het een beetje toch krijgt, is het niet koud. Jimmy, kom eens nog een kusje. Geen nachtkus. Oké. Hij is lekker hondjes aan het eten. Knappe fan. Mag ik van jou nog een kusje? Nee. Nou, mijn vrienden zijn lekker hooi aan het eten. Dus die laat ik lekker met rust. Dus die zie ik morgen weer. En ja, ik ga nu dan naar huis. En ga ik ook zo meteen slapen. Dus dan zie ik jullie morgen weer. Tot morgen. Hoi allemaal. Het is vandaag woensdag, de volgende dag. En het is dus nu bijna 8:30. En dan ga ik dus lekker even werken. En dan ga ik werken tot ongeveer 1 uur. En dan ja, stop ik zeg om 12:30. Maar dan gaan we ook nog even met z'n allen eten. Want ja, dat doen we hier altijd gezellig in de keuken. En dan ga je met z'n allen lekker een broodje eten. Dus dan ga ik dat doen. En dan om 1 uur ga ik naar boven. Dan ga ik vast even mijn laarzen poetsen. Want ja, die moet natuurlijk wel netjes zijn voor vrijdag. Zaterdag. Maar ja, vrijdag ga ik al weg. Dus dan moet ze wel netjes zijn. Ja, ik ga dan ook nog naar de ponies toe. En want vanavond om 7:30 heb ik les. Maar dan ga ik alvast mijn spullen klaarleggen. En alles wat ik trail leggen. Behalve mijn zadel. En de stallen doen, het voer doen. Het land waarschijnlijk wel. Ik heb maandag ook al gedaan. Maar ja, ik doe hem vandaag. Want morgen heb ik geen tijd voor. Dan gaan we alles inpakken. Vrijdag ga ik vertrekken en moet ik alles ook nog doen. Wassen, rijden, spullen poetsen, wat zeg maar nog bij moet. Nou, zaterdag ben ik er niet, zondag ook niet. Nou ja, 's avonds of 's middags ben ik wel weer thuis. Maar ja, daar heb ik denk ik geen zin meer om het land te doen. Dus dan doe ik het maandag weer. Dus daarom ga ik het dan ook vandaag doen. Niet dat ik zeg maar een week het niet heb kunnen doen. En ja, vanmiddag heb ik dus gewoon de tijd. Dus ja, zo ziet de planning er voor vandaag uit. Nou, het is dus ongeveer 1 uur. En ik ben dus net klaar met werken. En ja, hier liggen allemaal gewassen bandages weer. Maar die ga ik straks misschien nog even oprollen. Maar ik ga in ieder geval wel nu al mijn laarzen poetsen. En hier liggen dus deze peesjes. Een nieuwe witte. Die heb ik vast even bij mijn krat gelegd. En ja, ga ik nu even mijn laarzen poetsen. Poetspullen liggen daar. En wat ik jullie dus nog even wil laten zien op mijn kamer. Pak eens even. Ik heb een nieuwe riem. Deze. Donkerblauw met hier leuke details. Dus ja, daar ben ik super blij mee. En ik heb dus ook nog een nieuwe witte rijbroek van Pika.
Ja, ik zal hem zo even laten zien. Tada! Met grip. Ik had eerst met leer en die zat echt altijd super lekker. Het was wel iets strakker, zeg maar, omdat het leer was. Maar ja, die is dus te klein geworden. Dus ja, dan moet je toch een nieuwe. Dus dit is dus mijn nieuwe rijbroek. En ik heb hem vorige week ook aangehad en hij zit echt super lekker. Dus daar ben ik super blij mee. Maar ik ga dus nu even mijn laars poetsen. En hoe ik dat dus ga doen. Volgens mij ligt het hier of het ligt... Oh, hier ligt het. Dit is een setje van Drunus Ruiterhuis. Volgens mij Drunus Ruiterhuis, ja. En daar zit dit in. Het is zo'n leder dressing. Dat kan je ook voor je laarzen gebruiken. Dus dan doe je dit om het dus weer goed te reinigen. En daar moet ik ook even een... gebruik ik dit sponsje voor. Dus dan ga ik eerst even met een vaatdoekje ga ik hier bijvoorbeeld even de viezigheid weghalen. En de onderkant weer een beetje schoonmaken. En de binnenkant. En hier zit dus nog een beetje zand en kwijl. Dus dan moet dat ook al weer even netjes. Dan ga ik er met dit overheen. Dan laat ik dat ook weer even goed intrekken. Ga ik er met een vaatdoekje weer overheen. Dat ik dat wel weer afpoets. En dan, dit is de lederstart. En dit is een soort van olie. En dit ruikt echt super lekker. En dit doe ik er dan overheen. Ook met een sponsje. En dan laat ik dat echt wel even intrekken. Soms doe ik dat wel 4 keer. Voor hele belangrijke wedstrijden. Maar dan gaan ze net meer glimmen. En dit is ook super mooi. Die moet ik ook nog even schoonmaken. Dat lak. En dan later, als het helemaal klaar is, ga ik er altijd nog met een kous ga ik er overheen. Want dan gaat het nog meer glanzen. Dus als het helemaal klaar is, ga je er gewoon zo overheen een aantal keer. En je ziet nu al dat het al meer glint. Nou ja, dat zie je zo wel. Maar op camera niet heel erg. Maar ja, je ziet het dus wel. Dus dan gaat hij nog extra glimmen. En dit is nog Tangle and Shine. Dit voor de pony. Maar ik heb al zoveel spullen dat ik dat we later weer een keer meeneem. Maar lief, ga ik dus nu even mijn laarzen poetsen. Nou, mijn laars heb ik dus even buiten gezet. Nou ja, niet daar buiten, maar achter de platte dak. Het is die dus even laten drogen. En ik heb dus net ook al mijn eigen tas ingepakt. Dus voor mij naar het NK met wedstrijdspullen. Spullen voor de nacht, toilettas, gewone kleren. En nog een extra setje rijkleding. En ja, je hoort ook de stofzuiger, want moeder is even aan het stofzuigen. Maar dit moet dus mijn Arskal. Bubble Pink dekje. Nou, mijn telefoon. Deze nieuwe pages van Escadron. Wat zit er nog meer in? Volgens mij zat er nog wat in. Of niet? Oh ja, en nog een halstertouwtje. En nog deze peesjes. Die zijn al helemaal vies en verkleurd. En ik heb ook nog andere witte peesjes, zeg maar, voor achter. Dus deze zijn wel goed. Dus dan ga ik nu naar stal. En ja, dan ga ik de stallenmesten, voer doen, land. Ja, land ga ik wel doen. Spullen klaarleggen en chimeurs even lekker poetsen. Dan ga ik weer naar huis en ga ik misschien... Ja, dan ga ik mijn laarzen nog weer een keer opnieuw doen. Maar ja, ik neem natuurlijk ook weer naar stal. Zo, papa staat weer lekker op stal. Hij kan nu dus nog even uitbuiken. En straks als ik wegga, krijg ze dan lekker even een plukje hooi. Omdat op het gras nu best wel weer veel staat. Dus daarom haal ik ze ook wat eerder binnen. Maar het is nu 3:15 of zo. Dus het is ook een mooie tijd. Ze stonden rond 10:11 buiten. Dus ze hebben lekker lang buiten kunnen spelen. En hij moet altijd zo nodig plassen. Hij moet altijd zo nodig plassen. Ja. Ik ga nu nog even Champion binnenhalen en dan ga ik die gelijk poetsen. En daarna ga ik het voeden, maar ik ga eerst even poetsen. Kom. Ja. Lieve Champ. Even lekker poetsen. Ja. Yeah. Baby is vies. Ik heb ook mooie grijze voeten in plaats van zwart. Ja. Gekkie. Beetje warm. Moet je niet even wat drinken? Moet je niet drinken? Nee? Nou, dan gaan we lekker poetsen. Zo, even lekker poetsen gaan we, Champ. Heb je daar zin in? Even lekker knuffelen. Kun je niet vastmaken zo, hè? Het
lukt niet. Toen eindigt hij, hij zit daar met zijn hoofd. Kom eens even hier, boefje. Oh, dit wordt nog een met hem. Kom maar. Hoppa. Ja, bra. Gaan we lekker poetsen? Ja. Oh, ik slaap hier ook. Ja, we gaan lekker even poetsen. Vriendje. Smeur is weer helemaal gepoetst. Dan ga ik nu weer lekker naar huis en ook alles is voor de rest gedaan. Dus hoef ik vanavond alleen nog maar mijn zadel in de trailer te leggen, Poppa te poetsen. En dan gaan we lekker naar Astrid om lekker te gaan trainen. Daar heb ik ook weer super veel zin in. En Jenny vond het super lekker, weer even lekker poetsen. Ja, vriendje, niet met mijn grote vriend. Oké, jongens, ik ben weer terug op stal. En ik lach super erg en ik heb Flas in mijn hand. Want, ja jongens... Het wagentje is er weer. Echt super blij dat ik hem weer mag lenen gewoon. Dan gaan we in stijl naar het NK. Ik ben Connie echt super dankbaar. Kijk, staat hij te shinen. En we gaan er vandaag dus ook weer mee naar les. Dus ja, ik heb zin in. Ga ik even plassen doen. Ik heb mijn spullen in het ook al ingedaan. Dus ik ga er even wat Flas in leggen. En ja, die smel gaat niet van mijn gezicht af in ieder geval vandaag. Dus even openmaken. Zo. Eronder door. Kan ik het zo voor jullie filmen? Soort van. Echt, ik ben zo blij. Kijk dan. Tadaa. Super, 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 super blij ben ik. Echt, net zoals in die vorige video van de Noordlands kampioenschap. Ik kan 100 keer zeggen dat ik onwijs blij mee ben. En ja, ik ga nu Popeye klaarmaken. En dat is Champy. Hallo, vriend. Hey, lekker te kijken. Ja. Wij net lekker gepoetst, hè. Ben je weer vies? Nee. Wel een beetje vies dan. Ga je mee? Met een vrachtwagen. Extra luxe. Oh, daar gaat hij wel mee natuurlijk. Zo, knappe Poppa zit op de vrachtwagen. En hij liep er in één keer op alleen. Ja, dat is leuk. Dat is leuk. We mogen weer op de vrachtwagen. Dus dan gaan we nu naar Astrid toe. En dan gaan we lekker trainen. Tot het einde. Tot het einde. Zo ja, vrachtwagen, hoekje. Ja, oké.
Charlotte had dus voor jullie gefilmd. Die kennen jullie ook allemaal uit de video die jij hebt opgenomen, hè? Ja. Dus bedankt voor het filmen. Alsjeblieft. En ja, de les ging op zich wel goed. Eerst moesten we natuurlijk even losrijden en toen ging het wel wat minder. Maar later, toen hadden we de smaak wel weer te pakken en toen gingen we dus het proefje oefenen. En die ging eigenlijk heel erg goed, vooral het galopgedeelte. Daar liep je echt super fijn op. En morgen zou je dus eigenlijk vrij hebben. Moet ik 's morgens dus van Arsit nog even een kwartiertje trainen, zodat hij, zeg maar, want af en toe dan trekt hij me er een beetje uit. Dus daar zijn we gewoon heel erg hard op aan het oefenen. Dus morgen zei, dus Arsit zei, nou morgen gewoon even trainen totdat het goed is en dan gewoon stoppen. Dus misschien kan het ook 10 minuten zijn, misschien 20, maar dat zien we morgen dus wel. En vrijdagavond in Ermeland, we gaan natuurlijk 's middags al heen, gaan we 's avonds daar dus nog even lessen. En dat mag ook. Dus ja, de planning is weer een beetje veranderd. Want we zouden eerst vrijdagochtend nog even gaan trainen. Maar ja, we willen natuurlijk dat het wel allemaal goed gaat komen. Dus daarom gaan we 's avonds ook nog even lekker trainen. En we zijn dus nu weer onderweg naar huis. Poppa staat dus weer lekker achterin. En ja, ik was dus eigenlijk wel heel erg tevreden. Kijk. Daar staat Popeye. Zo, Popeye staat weer lekker op stal. Hij heeft ook al zijn peesjes af en zijn transportbeschermers. En hij heeft dus nu even een ander vliegendeken op dan normaal. Want ik neem dus even dekens mee naar huis om dus te wassen. Ik heb hier mijn regendeken, want ze kunnen daar dus ook op een weilandje staan. Dus dat is eigenlijk wel heel erg fijn voor hem. Hier heb ik niet heel veel licht, maar in ieder geval mijn regendeken. Mijn zomerdeken neem ik in ieder geval wel mee naar huis. Nou, mijn vliegendeken die ik normaal dus heb. En ook nog de Buco's Recuptex therapiedeken. Dus die neem ik ook mee naar huis. Op mijn fiets. 4 dekens mee. Dat wordt nog wat samen met mijn zusje. Want mijn moeder is al naar huis. En mijn zusje gaat even de kruiwagen legen. En dan ga ik even een kruiwagen met hooi halen. Om de ponies dus ook even nachthooi te geven. Dat wordt straks nog wel gedaan. Maar ja, ik doe het nu gewoon alvast. Zo, nog even beter uitschrijven. Nog een plukkie. Zo, dan komt het wel goed. Jampie ook nog, hè? Ja. Mag ook nog even lekker nacht. Ja. Oh, jij moet ook nog wel wat. Oep. Kijk eens voor je hoofd. Ja. Oep. En morgen neem ik dus de zwarte flextrains mee naar huis. Want één paar ligt nog in de vrachtwagen en moeder heeft de sleutel mee. Dus ja, ik kon die andere paar ook niet pakken, dus ik train ik hem morgenochtend nog even mee. Oh, had je ook vieze haren nu heeft, Jam. Is het allemaal van, dat, van die zaadjes of zo? Kom eens hier. Ja, kom eens hier. Nou, dan niet. Even kijken. Jampie mag een heel klein plukje. Nou, is hij ook genoeg. Hoppatee. Zo, nou, Champ heeft genoeg. Poppenwop ook volgens mij. Ja, die is ook schat. Oh jee, Poppa heeft haar extensions. Oké, okay, dus nog even de mesvork opruimen. En dan gaan mijn zusje en ik dus ook lekker naar huis. En dan zie ik jullie morgenochtend, de laatste dag van de weekvlog. En dan komt vrijdag, zaterdag, zondag wordt ook er 1 vlog. Maar ja, dan zie ik jullie morgenochtend weer. Zo, we zijn op stal aangekomen. En nu zie je Jampie. Hey lieve vriend. Wat je lekker wakker. En daar is de tweede. Restknuppel poppenwoppie. Hallo vrienden. Ja, de vliegendek is weer droog. En lekker gewassen. Want je hebt al een poeflekkie, schrikke jongen. Nou, morgen mag helemaal gewassen worden. Die is toch knappertje. Heb je zelf je hoofd in gerasborsteld? Oh, ik wil ook wel lekker een poeflek. Nou, dan moet ik vandaag maar weer poetsen, denk ik. Ja. Ja. Ik ga je vandaag lekker poetsen. Vandaag hoef ik dus... Het is dus 8:30, dus hoef ik later niet te rijden. Dus dan kan ik vanmiddag nog even poetsen. Maar ik moet ook inpakken natuurlijk. Dus ik kijk even of ik hem ga poetsen. Maar anders ga ik hem... Oh, anders ga ik hem wel eens poetsen. En kijk. Nou, dit kan toch niet? Hoppai. Deze deken was schoon, hè. Moet je kijken. Het is nu gewoon een groene, scheidbruine deken.
Poppie. Ja, zo zie je er toch helemaal niet uit. Nou, ik ga hem even poetsen proberen. En opzadelen en even lekker trainen. Nou, ik ga dus nu lekker met Popeye. En zoals je ziet zijn zijn manen ook nog vies. Dus ja, morgen moeten we wel heel goed wassen. Maar ja, we gaan dus eerst nu nog even lekker trainen. Ik ben dus nu samen met Beatrijs. Hi. En u gaat vandaag Popeye nog even behandelen. Ja. Voor de laatste keer, voor het NK. En Zoe, die zit op Popeye. Kijk, die mag hem nog even stappen en draven als ze dat wil. Vind je het leuk? Ja, heel leuk. Mooi zo. Nou, de training bij mij ging op zich wel goed. Beter dan gisteren in ieder geval. Oh, wat is het probleem? Zo, Beatrice is Popeye dus nu lekker aan het behandelen. Zo, Beatrice is dus net geweest en hij is weer lekker behandeld. En ondertussen ben ik Popeye zijn stal dus ook aan het mesten. En we hebben altijd de radio aan, dus dat hoor je waarschijnlijk wel. Maar ik ga nog even de plaster uithalen. En dan ga ik Chimur zijn stal mesten. Zo, de stallen zijn gemest. Dit is die van Popeye. En dit is die van Chimur. We hebben ook al netjes geveegd. En Sies is er ook. Gaan we zwaaien? Sies die komt mij altijd helpen. Nou, de kruiwagen nog even opruimen. En het voer doen. En ja jongens, dan zijn we bij tijd aangekomen om te gaan inpakken. Zullen we naar de vrachtwagen toe lopen? Zo. Tadaa. Oké. Okay. Oh, deze is wel schoon, maar ik moet hier even netjes maken. En hooi net weer vullen. Maar deze van Connie, maar ik doe er mijn eigen denk aan. Of die van haar, dat weet ik nog niet. Maar ik kan het hier misschien ook wel in doen, want die hangt goed. Maar dat zie ik wel. Hier liggen nog het spullen van Connie. En hier is nog een paar spullen van mij, zou ik nog opruimen. En we gaan eerst nog even het voer doen en zo. En alles op stal even klaarmaken. En dan, ja, dan gaan we alles inpakken, hè, zus. Goed, ja, de deur weer dicht. En voor Hero. Ook nog even dingen opruimen, want hier ligt nog mijn oude bandsportbandjes. En deze heb ik echt heel lang gedragen, maar hij is erg stuk. Even kijken. Hier. Kijk. Dus die kan ik niet meer aan. Alles nog even netjes maken en zo. Maar ja. Eerst nog even de rest doen. Zo, hier liggen eigenlijk al bijna alle spullen die mee moeten. Nou ja, wat zeg maar wat ik net allemaal heb gebruikt.
Namelijk een zweepje, een extra zweepje. Mijn wedstrijdzweep heb ik natuurlijk thuis. Maar morgen neem de vrachtwagen nog even mee naar huis. En dan kan ik dat er allemaal inleggen. Nou, twee van die netjes. Doe er sowieso wel één in de proef om, zeg maar. Want ik wil gewoon niet dat hij met zijn hoofd gaat klapperen. Nou, mijn trainingscap met, handschoenen. Want we gaan vrijdagavond natuurlijk nog trainen. En zondag gaan we lekker buitenrit. Nou, een bondje. Tandenborstel voor alles netjes te poetsen. Bijvoorbeeld die tussen of zo. Zadelvet. Zadel is gewoon alleen mijn beugels niet. Maar ja, dat moet ik morgen natuurlijk allemaal nog doen. Maar ik heb het wel een beetje schoongemaakt. Hij is ook al een beetje ingevet. Mijn single is al schoon. Zadelhoes ligt hier. Die doe ik straks om. Hoofdstel is al schoon. Nou, hier liggen nog wat spulletjes in. En ja, dit moet ik ook nog allemaal een beetje opruimen. Want hier liggen ook nog spullen in wat mee moet. Zo, alle spullen zijn uit de vrachtwagen. Ik heb ook al even netjes aangevegen. En het hooi is weg. Nu ga ik in deze... Dus even allemaal spullen doen. Dus allemaal van die lange producten. En dit doe ik dus voor in zijn staart. In zijn manen. Super shampoo. Maar ik ga hem dus morgen wel helemaal thuis wassen. En vrijdag daar misschien nog even. Bijvoorbeeld nog even zijn staart of zijn voeten nog even afspuiten. En zijn lichaam. Maar dan hoef ik hem dus in ieder geval niet meer helemaal te wassen. Dus dan ga ik nu even alle spullen erin doen. Zo jongens, we zijn helemaal klaar. Kijk. Hier ligt mijn hoofdstel. Die heb ik natuurlijk wel een beetje gepoetst. Longeerlijn. Wedstrijdhalster. Zweep. Hoe heet het ook weer? Bondjes, single. Saro hier, die bak met al die spulletjes erin. Zo, past er net onder. Ik heb een baaltje hooi. Daarachter is nog een beetje vlas. En ja, zoals je ziet neemt het wel heel veel ruimte in. Maar goed, ja, we nemen gewoon een baaltje mee. Hooi net is helemaal gevuld. Hier is een tas met... hier komt ook nog van thuis meer in. Sporen en mijn trainingscap. Maar ja, ik heb hier natuurlijk niet alles liggen. Ik heb hier bijvoorbeeld niet al mijn wedstrijdspullen liggen en mijn eigen spullen. Dus ja, dat moeten we thuis nog allemaal doen. Maar dat doen we morgen. Trainingslaarzen, die zijn gepoetst. Poetskist. Moet nog wel van die nieuwe diamantjes thuis pakken. Trainingsdekje. Halsentouw. Onderlap hier nog extra peesjes. Want ze mogen daar misschien op de wei. Dus dan kan ik die om. Handdoeken. En allemaal dekens. En dat is eigenlijk wel allemaal wat mee moet. En ja, morgen pak ik natuurlijk nog Popeye. Dan gaan we daar trainen. En morgen moet moeder ook gewoon nog alles even nakijken. Wacht, we zijn het voer vergeten. We moeten dus alleen nog even het voer halen. Dat zal ik gelijk even laten zien. Nou, dan is dit dus echt het laatste. Een emmer. En daarin zit weer zo'n pavo emmer met... Hoppa. Lucerne erin. Of grasmix, net hoe ik het noem. Trouwens, dit is grasmix. Paardensnoepjes. Hij wil niet open. Deze. En ook nog deze. Die krijgt het voor het rijden meestal. Dan een grote voerschep voor de, hoe heet het? Lucerne. Grasmix, ja, is voor die kant altijd net door de war. Propel Plus. Lijnzetolie. Dit is toch die oude, zeg maar, die ik had gebruikt. Want ik had nog twee hele nieuwe. En ik zag dat er ook ergens nog een halve lag. Dus die heb ik gewoon op stal gelaten. Nou, zijn voedingssupplementen. En dat was het, jongens. Ja. Ik ga nu dus weer naar huis. Nog even de kruiwagens hier opruimen. Nog wat andere spulletjes. Maar ja, dan zie ik jullie thuis dus gewoon weer. En dan ga ik jullie dus nog even laten zien wat er daar dus nog van in de vrachtwagen moet. Zo, ik ben inmiddels dus alweer thuis. En ik ga dus nu even al mijn spullen klaarleggen. Nou ja, dat hebben we dus al gedaan. Maar alles nog even goed nachecken en zo nog klaarleggen. En dus de peesjes zijn ook gewassen. Die liggen nu even te drogen met mijn springschoenen. En mijn recap tekst is dus ook helemaal droog, volgens mij is inmiddels weer. Ja, maar kijk, gaat ze nog steeds onder schimmelharen. Maar ja, hè? Daar komen we natuurlijk niet vanaf met de schimmel. Maar in ieder geval is hij wel weer poepvrij, zeg maar. Want hij zat helemaal onder de schijtvlekken. En hier is dus de hals. En die hangt hier te drogen, maar die is ook inmiddels droog. Oh, die pak ik zo wel even. En hier liggen dus nog
mijn roze bandages voor in de training. En dit is dan voor zondag of ook voor in de training. Even kijken of mijn bandages dus al klaar zijn. Oh, heb ik ingezoomd? Oh. Nee, ik dacht ik aan het inzoomen was, maar dat was niet zo. Maar even goed, ik zal even een beetje laten zien wat ik dus allemaal heb. Knotspullen en mijn extra dekje. Neem voor de zekerheid mee. Haarlak en mousse om mijn knotten strak mee te maken. Zeg maar die haren hier, want zoals je ziet waffert het overal heen. Nou ja, ik moet eigenlijk weer een nieuwe staart maken. Maar ja, dat heb ik dus gewoon altijd. Mijn oornetje die weer helemaal mooi gewassen is. Zie je, hier is me weer mooi wit. En hier ook gewoon helemaal mooi. Dus die moet natuurlijk mee. Deze plastron neem ik ook mee. Maar ik heb natuurlijk ook deze. Maar ja, ik twijfel dus welke ik ga doen. Want bijvoorbeeld mijn knotband matcht weer mooi bij die. Maar die matcht weer mooi bij die. En mijn oornetje doe ik sowieso op. Dus ik kies nog even, maar ik neem ze alle twee mee. Dan kan ik gewoon kiezen. En deze hebben jullie nog niet gezien. Maar ik heb dus een nieuw dekje van Kaylee. En van PA Photographs. Zal ik mijn camera even neerzetten? Dan kan ik hem heel goed laten zien. Want hij is echt super tof. Oké. Deze heb ik dus speciaal bewaard voor het NK. Ik heb hem dus al een tijdje. Maar ik dacht, ik ga met een nieuw wit dekje naar het NK. Kijk, Plastilique heeft deze gemaakt. Kijk dat gave randje hier. Zilver met donkerblauw. Hij is natuurlijk wit, uiteraard. En hier het logo van Plastilique. En aan de andere kant het logo van PA Photographs. Dus ik ben echt super blij met dit nieuwe dekje. Dus deze neem ik natuurlijk mee. En ik doe hem dus binnenste buiten. Andersom, en je voelt echt dat hij nog nieuw is. En dan doe ik hem daarna in de zak. Zodat hij dus mooi blijft. Dat hij niet vies kan worden. Maar dat gebeurt waarschijnlijk niet. Zo. Dus ik ben echt super blij met dit nieuwe dekje. En kijk, hier heb ik dus een hele checklist gemaakt. Wat al mee moet en wat dus allemaal is doorgekrast, dat heb ik al. Dus je moet bijvoorbeeld nog een mestboy. En ja, nog dekbed en zo. En nog douchespullen, nog eten zelf voor het hele weekend. En dit, telefoon plus camera. En opladers. Dus dat moet ook nog mee, maar met dek. Dit heb ik dus zeg maar allemaal. En ik heb dus ook een nieuw bondje van Escadron. Mooi blauw. En het bond natuurlijk gewoon geel. Witachtig. Bondkleur. Hier mijn laarzentas. Maar mijn laarzen ga ik dus nog een keer met dat spul eroverheen. Want dat vond ik wel echt super mooi. Mijn gelukszweep. Die had ik dus al met Fabian op het NK. En die heeft op iedere wedstrijd eigenlijk tot nu toe wel bijna geluk gebracht. Babydoekjes. Hoofdstelnummers. Of dekjesnummers. En veiligheidsspelden. Om het erop te zetten. Maar volgens mij moesten er nog nieuwe. Extra kalkoenen. Ik heb natuurlijk thuis al genoeg kalkoenen. Maar ja, gewoon altijd handig om extra. En nog magic spray. Dat heb ik ook altijd bij me. Ook al is het extra, heb ik het gewoon altijd bij me. Deze is ook nog steeds bijna nooit gebruikt volgens mij. Maar even goed. Hij is dus voor de extra. Mijn sporen met deze sporenbandjes van Angelique. Zie je leuke steentjes. En hier. Oh. Hier zie je dat. Lakbandjes. Die zijn ook super gaaf. Hier een riem. Maar ik heb ook nog drie andere. Maar deze neem ik ook mee. Ik neem ze allemaal mee. Kan ik gewoon kiezen. Mijn wedstrijd frontriem. Tada. ik weet nog niet welke ik ga doen. Of deze. Of die van WW Peak. Die van WW Peak is ook super gaaf. Maar hier zit dus ook donkerblauw in. Dus ik ga gewoon nog even kiezen. Bandages. Oh, wacht. Ik dacht dat ik dus ook nog even mijn bandagebandjes moest pakken. Maar die zit hier tussen gepropt. Deze dus. Twee paar. En deze. Zit altijd in tasjes. Hier zit mijn paspoort en proevenboekje in. Haarborstel om mijn haar nog even keer door te kammen. Voordat ik een knot in doe. Trainingsbroek. Hier nog. Wabatee. Mijn cap. En hier zitten deze handschoenen in van Roekel. Met dat witte randje. Maar die zijn wel een beetje af zoals je ziet. Ik weet niet of je het ziet op camera. Ja, nu zie je het goed. En ik heb ook nog witte. Oh, knak. Deze van Roekel. Maar
het is ook nieuwe donkerblauw van Roekel. Helemaal donkerblauw. Dus deze doe ik denk ik wel aan. En nog nieuwe peesjes natuurlijk. Deze. Met bijpassende springschoenen. Dus, ik denk dat ik echt alles heb. Natuurlijk ook nog mijn eigen tas met wedstrijdkleding, normale kleding, toilettas. En ja, alles wat ik nodig heb. Dus dit ga ik nog even netjes opruimen. Ik denk dat ik het in een kratje ga doen. Maar dat moet ik nog even kijken. En ik heb ook nog, moet ik ook nog even deze meenemen. Deze van Kingsley. Andere kant cola. Dat wordt de kroemtas. Daar gaan bijvoorbeeld de pees of bandages in. En paspoort, proefboekjes, zweep eventueel. Dus, en dit is zo'n mascotte van Parapaard. Dus ja, die gaat ook mee. Die is echt super schattig. Echt leuk. Dus die neem ik ook mee. En ja, misschien zou je denken, waarom doe jij een mes in je krat? Nou, dit is om een statief even aan te draaien. Maar ik weet niet zeker of ik hem meeneem. Dus dat zie ik allemaal wel. Maar ik ga dus in ieder geval alles denk ik even in deze twee kratjes doen. Eén krat voor Poppa en één krat voor mij. Dus ja, dat ga ik even doen. Zo, al mijn spullen liggen hier klaar voor morgen. Ik heb er super veel zin in. Ik kan niet wachten tot morgen. Ik heb heel veel zin om morgen ook nog even lekker te gaan trainen. En ja, het wordt gewoon een superleuk weekend. En dat zien jullie dus in een aparte vlog. De dag is nog niet voorbij, maar ik sluit hem nu alvast af. Omdat ik hem dus zometeen gelijk moet gaan editen. Want hij komt zaterdag online. En morgen heb ik geen tijd meer voor. Dat was lekker een avondje met editen. Dus ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Geef dan ook zeker geen blauw duimpje omhoog te doen. Bedankt voor het kijken. Doei! Dit was het. Tot de volgende keer. Vergeet hieronder niet te abonneren.